Welcome, this is the Energy Vibration Lesson for the tweeling mensen for the year 2017. Bedankt voor de steun, likes en support. Ik moet best wel zeggen, niet vergeten om te luisteren naar je sun, moon en rising sign. Dit is een year van de magie en de magie is een lucht energy. En deze lucht energy gaat jullie tweeling mensen heel geluk in je leven brengt. Als ik bekijk de energies voor jullie, jullie zijn lucht mensen, jullie aspect zijn mutual, dus jullie kunnen allerlei kanten op gaan. Jullie kunnen goed samenwerken met anderen en de energie zijn hier. Je kleur voor het jaar is groen en geel. Okay? De beste dag in het jaar. Je zal woensdag een heel goede dag vinden. Jullie zijn gestuurd door de planeet van Mercury en dit is best wel fantastisch. Jullie de beste mensen dat jullie kunnen omgaan met is de weegschaal mensen en de waar. Te mensen. De beste partner voor jullie, het is best wel een boodschotte mensen, oké? Okay? Dus als je bent op zoek naar een partner, de beste partner voor jullie is een boodschotte mensen. Jullie geluksnummer in dit jaar is 3, 8, 12 en 23, oké? Okay? Jullie verjaardagen gaat vanaf de maand mei 21 mei tot en met juni. Dus dit is fantastisch voor jullie. Als we beginnen te kijken, de eerste maand in de jaar, heb je de energie van justitie. En dit is fantastisch, want het is ook een lucht energie. En deze lucht energie ga je best wel helpen om bepaalde situaties in je leven, dat was onterecht, even in balance gaan brengen. Dus je begint de jaar echt goed vanwege, doordat alle karmatic dingen op de harde worden echt in balance in de maand van januari. Als we bekijken februari hebben wij die energie van je wordt eer geboren en dit betekent dat verandering. Je gaat bepaalde dingen in je leven gewoon loslaten. Het is een mannelijke maand. Wat dat betekent is dat je moet je mannelijke intuïtie gaan gebruiken in deze maand. Je gaat heel veel dingen loslaten van jou. Heel veel verkeerde situaties, verkeerde mensen ga je gewoon loslaten. Je gaat even zien dat daar moet een verandering in je relatie komen. En dat bepaalde situatie vibreert niet met je energy vibration. En dit ga je echt loslaten. Als we gaan even kijken in de maand van maart, hebben wij die energie van triomf. En dit is die energie, en nog een mannelijke energie. En dit is die energie van de zegwagen. En dit is fantastisch. Van wekens door, dat is een situatie wat je heeft meegemaakt in 2016. En hier krijg je victory, maar ook triomf op de situatie. Dus als je zat in een nadelijke situatie in 2016, in 2017, in de maand van maart, je gaat daar succes uitkomen. En van daarom ga je echt in een andere, op een andere pad in je leven gaan inslaan. En dit gaat echt fantastisch komen voor jullie. Als we kijken, de maand van april hebben wij de energie van de eons. En de energie van de eons werkt met die planetaire systeem van Pluto. En dit is best wel fantastisch vanwege doordat het is die energy vibration van de masculine en feminine, de mannelijke en de vrouwelijke aspect van wie je bent als een persoon. Met deze energie wat je gaat leren is gewoon verstand van vergeving en je innerlijke wijsdom ga je wakker worden met deze energie vanwege doordat je gaat even zien dat bepaalde manier en hoe je denkt over bepaalde situatie gaat heel anders gaan worden en je gaat jezelf je onbewustheid even connect met je onbewustheid en je gaat jezelf even
verandering inbrengen. Als we kijken mei, wat begin je verjaardag, dit is fantastisch, heb je de energie van de ster. Dus het is fantastisch voor jullie tweelingmensen. En de ster heeft de energy vibration van de waterman mensen. Dus meestal van jullie zal veel contact met waterman mensen. En deze mensen kan jullie best wel helpen om te balanceren de mannelijke en vrouwelijke aspect van jullie. En geef jij geluk en beloof jou om even jezelf even te bekijken zonder echt zware kritiek. Als we bekijken juni, dat is de eind van je zodiac verjaardag, krijg je de raad van fortune. Dus dit is gewoon fantastisch voor jullie. Lukt mensen vanwege doordat de raad van fortune komt in juni. Dus verwacht allerlei geluk, allerlei fantastische energie komt binnen vanwege doordat de planeet van Jupiter komt best wel om jou om te helpen in de maand van juni. Als we kijken de maand van juli, hebben wij een nog geluk energie. En dit is fantastisch, omdat jullie krijgen gewoon geluk in dit jaar. En in de maand van juli heb je de energy vibration van een underplanetary aspect. Dat ga je helpen, dat is Mercury. Dit is fantastisch vanwege doordat het heeft mee te maken met communicatie. En als die magie komt binnen, de magie ga je even laten zien hoe je kan bepaalde dingen in je leven veranderen. En accept deze energie, want je gaat even zien hoe je leven gaat veranderen in het jaar 2017. Als we bekijken augustus hebben wij een vuur energie. En de vuur energie is met de energie van de duivel. Dus verwacht een beetje ongeluk van verschillende situaties in je leven. Vanwege doordat een beetje nadigheid komt. Maar je gaat het even oplossen. Dus maakt niet uit. Als we bekijken september hebben wij de energie van de keizerinne. En de keizerinne is een energy vibration die werkt met de planeet van Venus. En de planeet van Venus heeft de energy vibration van de vrouwelijke aspect van jezelf. Dat betekent dat de geliefde, je voelt veel meer geliefde, je wijsheid is heel sterk en je hebt een beetje gevoelige, moederlijke natuur van jou opkomen en dat is gewoon fantastisch. Als we bekijken oktober, hebben wij de energy vibration van de zot. En in oktober ga je echt werken met het planetaire systeem van Uranus. En in Uranus is gewoon de mannelijke kant van wie je bent als een persoon. En dat gaat je echt je loslaten van dat situatie zoiets als bang. Je bent bang voor bepaalde dingen. Het gaat je gewoon daar loslaten. Alles wat je bent bang voor, het gaat je gewoon loslaten van dat soort of situatie. Als we bekijken november, heb je de energy vibration van de keizenaar. En de keizenaar is echt een mannelijke aspect van jezelf. En dat gaat je helpen met je innerlijke kracht. En het gaat je echt een goede opluchting even inbrengen vanwege doordat je gaat echt helder gaan denken. En je gaat echt voelen succes en zie succes en overwinnen in iets in je leven. Als we bekijken december, hebben wij een heel leuke energie. En dat is die energie van geduld. En de energie van geduld komt in de maand van december om je even tot rust te brengen. Maar de energie van geduld werkt met de energy vibration van de harde. En dit is fantastisch, omdat daar komt gewoon rust in de maand van december. Als ik bekijk het hele jaar van jullie, het is gewoon een fantastisch jaar vanwege doordat daar zijn zoveel lukte energie dat gaat je helpen in de tijd van je verjaardag, de zodiac tijd van je verjaardag, maar de ster komt, de raad van fortune en de zegwagen en de magie en de raad van fortune. Dus jullie mensen krijgen gewoon heel veel geluk. Als we gaan even verder en kijken, wat is het dat je moet even je focus hier op.
voor je werk moet je geen moet je niet bang zijn. Je moet gewoon weten dat alles komt goed. Maakt niet uit wat is de situatie in je leven. Je moet realiseren dat alles komt goed. Je ziel wil dat jij zoekt. Jij gaat op zoek naar je levensdoel. Dat is wat je ziel wil. En dit is fantastisch. De Romeinse engel zijn er. En die wil dat jij gewoon spreekt vanuit je hartchakra. Oké, spreek zeg maar alles vanuit je hartchakra. En je gaat even zien dat verandering komt in je leven. Je ziek is energy van deze jaar. Het is gewoon die energie van... Je gaat gewoon bloemen. Je gaat gewoon, je hele leven gaat gewoon goed komen. En ik wens jullie een fijne jaar. En namaste, tot volgende jaar.